Er zijn eh, mensen van eh, 40 plus die gewend zijn om iets directiever aangestuurd mm -hmm. te worden, en er zijn hele jonge mensen die graag in de breedte zichzelf willen ontwikkelen. En dat ja. vraagt echt een andere manier van leidinggeven, een andere stijl van leidinggeven. Welkom bij de BM Media Lounge. Fijn dat je kijkt. Mijn naam is Meike van Engelen en ik ben de oprichter van NCP Jong. en ik studeer nu af aan de Nederlandse Filmacademie in de richting productie. Deze week ontvang ik drie BM Media Lounge-gasten en vandaag schrijft Edwin van der Veen bij me aan CEO van ITV. Welkom. Wel. Hoe gaat ie? Goed. Fijn. Um, ja, super fijn dat ik mag interviewen, want dat doe jij niet vaak. Nee. Nee, zo min mogelijk. En nee. waarom? Ja, laat mij maar lekker op de achtergrond alles uh, zakelijk tot in perfectie regelen. Ik hoef niet per se uh, op de voorgrond te treden. Dat is nee. uh, niet mijn, uh, mijn natuurlijke ding. Nee, oké. Okay. Nou, dat begrijp ik ook. Maar nooit ook de drang gehad om toch wel even... Nee, voor... nee. Oké. Okay. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Dus jij houdt gewoon echt ontzettend... Laat mij maar lekker aan, achter de camera staan. Ja. En uh, zorgen dat alles gewoon vlekkeloos verloopt. Ja. Dat vind ik veel leuker dan, uh, dan op de voorgrond treden. Ja. En wat doe je zo een beetje als CEO van ITV? Um, nou, om het heel plat te slaan, ben ik zakelijk verantwoordelijk voor alles wat er binnen ITV loopt. Ja. Um, of dat nu financieel is, of dat het juridisch is. Um, bestuurlijk, um, dat valt allemaal onder mijn verantwoordelijkheid. Alles wat niet daadwerkelijk met het creatieve proces te maken heeft. Wat vind je het allerleukste daaraan? Aan mijn werk het zakelijke aspect. En zorgen dat je tot een win-win situatie komt met je klanten ja. en tot een win-win situatie intern. Um, wanneer je met de juiste middelen binnen de juiste kaders een fantastisch mooi product kan afleveren, ja. dat is het allerleukste wat er is. En ja, we werken in een in een branche die bruist uh, met allemaal creatieve mensen. Dat is het allerleukste om mee te werken, um, met mijn zakelijke achtergrond kan ik ook ja. in de zakelijke dienstverlening werken? Ja. Daar zit ik niet per se op te wachten. Nee, nee dat snap ik ook. Dat is wel hier bruist het veel meer. Dat. Ja. Hoe ben je überhaupt in de sector terecht gekomen? Want hoe dat ik, is Hoe ik in de sector terecht ook ben gekomen. Als zakelijk dat is, ga je toch een niet zo snel voor mediasector toch? Uh, nee, nee. Ik was uh, twintig en uh, was, uh, was wel klaar met, uh, met het hele studeren. Ja. Uh, uh, zat toevallig op een, uh, op een verjaardag. Waar de vader van, uh, van mijn allerbeste vriendje toen uh, goed bevriend was met de algemeen directeur van John De Mol Producties en uh, die zei ja ze zoeken daar nog mensen op de finance afdeling. Je moet eens bellen. En ik heb op maandag gebeld, ben op dinsdag op gesprek gegaan en ben op woensdag ben ik begonnen. Meer omdat ik daadwerkelijk een baan nodig had. Ja. Um, maar uiteindelijk ben ik nooit meer weggegaan. Ja, en is het toch. gewoon veel te leuk. En je werd al heel snel zakelijk directeur? Uh, ja, toen was ik uh, 25 of 26. Uh, toen Polderman man uh, vroeg: kan je heel even s ochtends bij mij langskomen. En uh, doen we even een bak koffie. En uh, toen zei hij: wil jij niet uh, business director worden? Had je het zien aankomen? Uh, nou, kijk, ik heb. Alles van uh, Alex Dof in de jaren daarvoor geleerd. Ja. En uh, Alex ging toen weg. Ja. En ja, toen moesten ze toch gewoon een vervanger hebben. En toen hebben ze ook intern gezocht. En uh, nee, ik was wel vereerd dat dat, uh, dat, dat een plek was voor mij. Ja. Of ik dat op dat moment al bedacht had, uh, nee. nee. Maar ook dat is inherent aan de mediabranche. Ja. Er zijn dan mogelijkheden waar je als jong iemand... Um, uh, wel gewoon naar voren geschoven wordt en ga het dan maar doen. Ja. En uh, moest je ook groeien in een functie, of, of was je meteen best wel comfortabel daarin? Um, nee, je moet zeker groeien in een functie. Ineens heb je te maken met uh, klantcontact. Zit je ineens bij RTL en bij SBS aan tafel om onderhandelingen te gaan doen? Ja, ja. Dat, was, dat was iets heel nieuws. Maar dat is, dat is met elke functie die je gaat doen. Toen ik vier jaar geleden gevraagd werd: wil jij niet de CEO van ITV worden um, uh, na de overgang? Ja. Daar moest ik ook gewoon mijn rol nog enorm vinden. Ja, en heb je hem nu? Gevonden? Ja. ja, dat denk ik wel. Maar ik leer nog steeds elke dag bij. Hoe zie jij dan het medialandschap over vijf jaar? Ik denk dat allerlei nieuwe technieken zijn intrede gaan doen. Uh, technieken als AI. Um, maar de belangrijkste, wat, het belangrijkste, wat ik zie over vijf jaar, is dat lineaire televisie, waarvan iedereen zegt dat het dood is, helemaal niet dood is. Um, er blijft vraag komen naar lineaire content. Um, of mensen daadwerkelijk lineair, lineair kijken. Maar als je nu al ziet hoe de streamers aan het programmeren zijn, ja. met we doen een aflevering één keer in de week beschikbaar maken, dus op donderdag is er een nieuwe aflevering, voelt al bijna alsof het lineair kijken is. Um, het grote scherm in de huiskamer blijft nog steeds, want mensen willen op die manier ook content uh, tot zich nemen. Ja. Dat gaat niet veranderen. Nee. De manier waarop. Wij produceren zal wel iets moeten gaan veranderen. En hoe dan voor ITV specifiek? Voor ITV specifiek, ik denk dat het gat wat er nu aan het ontstaan is tussen programmabudgetten en de beschikbare budgetten bij de uh, uh, traditionele zenders, mm -hmm. uh, die wordt steeds groter. Dus dat gaat vragen van producenten dat ze op een andere manier efficiënt naar hun productiemethodes gaan kijken. Yeah gaat er waarschijnlijk ook voor zorgen dat de content die wij maken uh, meer in de buurt gaat komen bij wat het budget aan kan, in plaats ja. van dat we uh, alleen maar naar de inhoud kijken. Ja, en ook steeds groener produceren. Zeker, maar als ITV zijn dan doen we al niks anders dan zo groen mogelijk produceren. Ja. Um, uh, we hebben gewoon als target 100% van onze programma's zijn Elbert gecertificeerd. Gaaf. En dat hebben we vorig jaar ook gehaald met al onze uh, non-scripted programma's. We hebben we gewoon een 100% dekking op Elbert-certificering. En hoe doe je dat dan? Dat lijkt me zo, zo lastig. Um, nee, het is ook gewoon een mindset. En het is ja. zorgen dat je medewerkers weten wat ze aan het doen zijn. Ja. En zorgen dat je medewerkers ook snappen waarom het zo belangrijk is. En ja. dan leeft dat door het hele bedrijf heen. Dus wij hebben als ITV zijn enorm gestreden binnen het Mediapark ook mm -hmm. om gescheiden afval op te halen. Ja. Dus we deden al zelf uh, het afval scheiden intern. Alleen als het opgehaald werd, werd het nog steeds gewoon op één grote hoop gegooid. En um, uh, het is gelukt om te zorgen dat er ja. op het Mediapark nu gescheiden afval wordt opgehaald. Wij hebben elektrische auto's. En um, uh, we zorgen dat, dat onze uh, energie in het pand zoveel als maar kan groene energie is. Dus dan gaat het vanzelf ook leven ja. uh, binnen het bedrijf. En dan ja. is het daarna niet heel ingewikkeld meer. Dat is ook waar. En, maar is het ook een, een target van um, ITV om uh, zo vooruitstrevend mogelijk te zijn op alle? Ja, ja. Um, uh, ITV in de uh, UK, onze boord, daar, die heeft gewoon besloten in 2030 produceren wij gewoon tegen nul uitstoot. Dus uh, zero waste in 2030 is het target wat wij hebben. En cool. dan zijn wij in Nederland toch heel ondernemend. en. Dat is heel snel. Gewoon, maar dan gaan we gewoon zorgen ja. dat we dat halen. Tof. Cool. En... Um, Waar zie jij jezelf over vijf jaar? Werkt nog steeds werk bij ITV? Uh, nou, kijk, ik ben nu uh, vier jaar echt uh, ITV. Ja, uh, heb dat vier jaar met, met uh, Karin gedaan, hebben we um, uh, ITV als merk echt in de markt gezet. Ja. Uh, heel hard gewerkt. Uh, Karin is vertrokken. Ja. En uh, Laurens is net begonnen. Leuk. En Hoe is het, dat? Uh, ja, dat is heel leuk. En ja. het, uh, dat voelt heel natuurlijk. Ja. Het is ook echt iets anders dan hoe het met Karin was. Ja. Um, en eigenlijk gaan we nu weer verder bouwen aan uh, waar we waren. En uh, dat ga ik met Laros doen. En daar heb ik heel veel zin in. Dus om nu te zeggen dat ik over vijf jaar ergens anders ben. Ik denk het, denk het niet. niet. Nee, dat snap ik ook. Als dit zo goed werkt. En um, waar, uh, waar hoop je met ITV te zijn? Op het gebied van duurzaamheid weet je het al. Maar wil je nog... Um, iets nieuws aangaan met ITV, bijvoorbeeld uh, ja, groter worden met heel veel extra bedrijven. Of... Um, nou, dat, dat moet de toekomst uh, nog uitwijzen. Laurens ja. is het net aan boord. Uh, wij zijn alle twee vrij ambitieus, ook ja. met wat we willen met ITV. Ja. Um, de markt is op dit moment niet uh, heel ideaal om nee. enorm te gaan groeien. Dus moeten nee. we ook op zoek gaan naar nieuwe businessmodellen en ja. naar uh, andersoortige content. Ja. Content op andere platformen, um, ja. kijken wat we bij de lineaire wel nog steeds kunnen doen. Um, de afgelopen vier jaar hebben we heel hard aan de weg getimmerd om van een producent die met name voor RTL en Talpa aan het produceren was, ja. ook uh, produceren voor Amazon, uh, HBO Max. Mm -hmm. um, cool. We doen veel voor de NPO tegenwoordig, ja. dus we zijn veel breder geworden en het kan nog steeds breder. Leuk, lijkt me om die ontwikkeling te zien heel heel leuk nee ja. er moet er moet altijd verandering blijven ja. want anders wordt het uh, anders wordt het een eenheidsworst en wordt het heel saai ja dat is dat is ook wel waar en wat zou jij meegeven aan nieuwe jonge producenten in de sector uh, Um, uh, volg je hart, uh, blijf met passie en creativiteit je dingen doen. Ja. Maar zorg vooral dat je het leuk hebt. Ja. Um, uh, dat is wel een van de dingen die ik, uh, die ik in de laatste jaren geleerd heb. Heel hard werken is heel leuk. Ja. Maar zorg vooral dat het ook heel leuk is wat je aan het doen bent. Mm. We, hebben een, uh, we, hebben, we werken met z'n allen in een branche die misschien de wereld niet gaat veranderen. Ja. Um, maar die wel heel veel plezier en entertainment naar de mensen thuis brengt ja. die onze content bekijken. Dus zorg er dan ook voor dat je achter de camera's het gewoon heel leuk hebt. Ja, dat is heel belangrijk. En hoe balanceer jij het privé- en zakelijk? Ja. Lukt dat een beetje? Uh, ja, dat lukt heel goed. Maar dat komt ook één omdat ik mijn werk heel leuk vind. Ja. Um, dat scheelt de wereld. Ja. Maar ik hou ook gewoon tijd over om te tennissen en te padellen. en hard te lopen en uh, te fietsen en uh, leuke dingen met mijn, uh, met mijn kinderen te kunnen doen. Ja. Dus uh, nee, dat lukt, uh, dat lukt heel goed. Oké, okay. en uh, wat vind je dan het allerleukste om te doen? Wat ik het allerleukste vind. Daarbuiten? Om te doen? Uh, ik denk dat ik het allerleukste op dit moment stiekem padellen vind. Uh, maar ik ben vrij onrustig en heb nogal veel hobby's. Dus er komt zomaar weer iets nee. anders tussendoor. Maar ja. ik denk dat padel op dit moment wel het allerleukste is. Dat is ook iets wat we binnen ITV heel veel doen. Ja. Uh, afgelopen jaar zijn we het sportiefste mediabedrijf uh, van Nederland geworden. Ja, tof. En uh, wij hebben nu een padelgroep met ik denk wel uh, 30-35 mensen die bij ons in de padelgroep zitten. Alleen dat is nogal intern. Heel veel. En dat is dan elke week? Uh, twee keer in de week, op maandag en op woensdag. Sportief. Kijk, dan win je dat uiteindelijk, hè? Ja, nee, ja. nee. We zijn, we zijn weer volop in training voor de BM Games van dit jaar. En wat wil je nog leren? Of wat wil je nog... Um, waar wil je nog wat, in groeien? Wat wil je nog leren? Um, uh, ik denk dat ik nog steeds aan het leren ben... hoe ik een betere leidinggevende kan worden... en ja. een betere bestuurder van het bedrijf. Um, uh, waar het tien jaar geleden veel directiever was om mensen aan te sturen, um, uh, gaat het nu veel meer om in welke situatie zit je en wie heb je tegenover je zitten. Ja. Je moet veel beter snappen wie er bij jou aan de andere kant van de tafel zit en wat diegene nodig heeft om goed te kunnen leiding geven. Ja. En dat is wel iets waar wij zeker ook intern heel druk mee bezig zijn om dat beter te maken. Ja, en waar, waar let je dan meer op als je tegenover misschien een... Mm, ja. Um, dat, dat ligt er aan, maar het ligt er echt aan wie er tegenover ja. je zit. Er zijn uh, mensen van um, uh, 40 plus die gewend zijn om iets directiever aangestuurd mm -hmm. te worden. En er zijn hele jonge mensen die graag in de breedte zichzelf willen ontwikkelen. En dat ja. vraagt echt een andere manier van leidinggeven, een andere stijl van leidinggeven. Ja. Wat nu heel belangrijk is geworden, is dat je mensen kaders meegeeft om ja. ervoor te zorgen dat ze daadwerkelijk zelf. Um, uh, en met een bepaalde mate van ondernemerschap en uh, zelfstandigheid hun werk kunnen gaan doen, waar ja. vroeger veel meer mensen gewoon een opdracht aan het uitvoeren waren. Ja, dat is wel een hele interessante ontwikkeling, ook om te zien, denk ik, en ook om daarin te groeien. Is het? Nee, dat is ja. het. En daar moeten heel veel mensen nog uh, in meegroeien ja. en er mee werken. En dat geldt aan twee kanten, de mensen die het moeten uitvoeren en de verantwoordelijkheid nemen. Ja. En moeten voelen dat ze die verantwoordelijkheid hebben. En aan de andere kant de leidinggevende die die mensen de verantwoordelijkheid daadwerkelijk geven. En heb je nog een levensles ooit geleerd die je graag wil meegeven? En waar komt die vandaan? Uh, uh, ja, nou waar, waar die echt vandaan komt. Uh, ik was nog vrij jong toen mijn uh, vader overleed. Mm -hmm. En uh, daar heb ik echt van geleerd. Het is uh, goed om terug te kijken. Um, maar niet om te denken dat je je verleden nog kan veranderen, maar vooral om ervan te leren. Dus uh, kijk vooral vooruit mm -hmm. en neem je levenslessen mee. En zorg ervoor dat je um, uh, het beter doet dan je misschien in het verleden gedaan hebt, omdat je daar wat geleerd hebt. Ja. Um, maar ga niet proberen om het verleden te veranderen, want dat gaat niet en nee. dat werkt ook niet. Nee. Dankjewel voor het leuke gesprek. Vond je het wat? Uh, ja, ik vond het leuker dan ik aan de voorkant had bedacht. Of naar meer? Uh, dat weet ik nog niet. Kom wel goed. Volgende keer komt Joey Jansen bij mij aan tafel en Joey Jansen is een producent, een nieuwe producent van het productiehuis Nel. En ik ben heel erg benieuwd wat hun plannen zijn voor de komende jaren. Dus uh, ja, heel veel zin in en tot de volgende keer.